Hey, leuk dat je kijkt naar de basisdienst van deze week. We houden je graag de hele week op de hoogte van alles wat er in de basis gebeurt. Volg ons op social media of ga naar de website waar je alle diensten nog eens rustig terug kunt kijken. Maar voor nu, laten we gaan kijken naar de basisdienst van deze week. Ja, yeah, it's all about the money. Het draait allemaal om geld. En het kan niet anders dan dat we in deze serie het natuurlijk ook over geld gaan hebben. Want als er een terrein is waarop het nodige fout gaat in onze levens en wat soms wel huwelijken kost, dan gaat het wel over onze financiën. Misschien zit je hier voor het eerst, misschien heb je eerdere delen gemist en is het niet zo helder waar we mee bezig zijn. We zijn bezig met de serie Vangrails. En ik zal kort nog even uitleggen waarom we voor deze term hebben gekozen en waar deze serie over gaat. We weten allemaal natuurlijk wat vangrails zijn. Ze staan overal. Normaal gesproken besteden we er helemaal geen aandacht aan. Pas als je ze werkelijk nodig hebt, dan ben je oh zo blij dat ze er staan. En als ze er niet staan, dan kan het soms best spannend worden en gaat het soms ook fout. Laten we maar eens kijken.
Ja, ik zei, soms gaat het fout, dat zei ik om het extra spannend te maken. Want dit ging heel goed. Maar het is wel spannend. Als je rijdt zo in de bergen en er staan geen vangrails, dan is dat ontzettend spannend. Want één stuurfout en het is gedaan. Nou, in deze serie hebben we het natuurlijk niet letterlijk over vangrails, maar in de figuurlijke zin, overdrachtelijke zin. Want vangrails zouden we eigenlijk ook heel goed kunnen gebruiken in ons leven. En dan betekent het natuurlijk wat anders. Dan is dit eigenlijk de definitie. Dan is een vangrail een persoonlijke gedragsnorm, dus waar je zelf voor kiest, die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Dus doe je dingen waarvan je met jezelf hebt afgesproken, hier staat voor mij een vangrail, daar wil ik niet overheen, en je doet dat wel, dan voel je dat, dan merk je dat, en dan gaan er alarmbellen, zou je kunnen zeggen. En dat alles om te voorkomen dat je in situaties terechtkomt of dingen doet waar je spijt van krijgt. Nou, stel dat je het onwenselijk vindt om vreemd te gaan als je getrouwd bent. Ik mag hopen dat dat zo is. Dan kan een vangrail bijvoorbeeld zijn, die Robert vorige week noemde, ik flirt niet. Of als er iemand flirt, dan reageer ik daar niet op. Op zich is flirten natuurlijk niet hetzelfde als vreemd gaan. Maar als je daar niet een vangrail zet, als je niet zegt, daar doe ik niet aan mee, kan dat wel heel gauw in die richting zich ontwikkelen naar datgene wat je eigenlijk niet wil. Dus de bedoeling van deze serie is dat je in je leven gedragsnormen gaat hanteren, of daar althans in ieder geval over na wil denken, die je bij overtreding het gevoel geeft dat je iets fout doet, wat nog niet daadwerkelijk zo is, maar eigenlijk om rampen te voorkomen. Nou, mijn persoonlijke gedragsnormen hebben alles te maken met wat ik in de Bijbel tegenkom als kaders voor het leven. Als God echt bestaat, en dat geloof ik persoonlijk, is voor mij het meest logische als ik om me heen kijk. Als God bestaat, dan weet hij natuurlijk als geen ander wat voor ons mensen het beste is. Als God bestaat en de maker is van al het zichtbare en onzichtbare, dan weet hij wat voor ons het beste is. En ik geloof dat God met de leefregels die hij heeft gegeven het beste met ons allemaal voor heeft. Dat wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is om dat te doen. Dat is het niet. En dat het altijd lukt om dat te doen. Dat lukt ook niet altijd. Maar ik ervaar wel, ondanks dat als ik het wel doe, dat ik daar gelukkig van word. En dat het me bescherming biedt, de bescherming die ik nodig heb. Je grootste spijt in je leven, en iedereen kan daar wel een paar dingen bij bedenken. Als je ouder bent misschien wat meer en als je jonger bent wat minder. Maar je grootste spijt op het gebied van relaties, op het gebied van financiën, op het gebied van seksualiteit, op het gebied van gezondheid, op het gebied van morele keuzes, op het gebied van ethische keuzes, had zeer waarschijnlijk voorkomen kunnen worden door Gods leefregels in je leven toe te passen. En onthoud één ding. Onze huidige maatschappij gaat je niet helpen om voor die veilige kaders te kiezen. Onze cultuur, en ik geloof ook de macht die daarachter schuil gaat, die juist het doel heeft om kapot te maken wat God gemaakt en gecreëerd heeft, verleidt ons juist om tot aan de grens van een ramp te gaan, tot dicht bij de afgrond, en veroordeelt je dan of klaagt je aan als het in je leven een ramp is geworden. Nou, vandaag dus het thema geld. En het thema hebben we genoemd geld moet rollen. En als we vandaag nadenken over geld en bezit, zijn er vanuit het Bijbels oogpunt een aantal zeer belangrijke vangrails te plaatsen in je leven die je kunnen beschermen tegen problemen. Die kunnen voorkomen dat je in een afgrond terechtkomt. Iets dat we tegenwoordig in toenemende mate doen, en dat is eigenlijk de laatste tientallen jaren al, veel meer dan vroeger, is geld lenen. Of het nu om kopen, op krediet gaat, of het leasen van het een of ander, of een hypotheek, of een persoonlijke lening, of wat dan ook. We lenen ieder jaar weer meer dan het jaar daarvoor. In recente artikelen las ik, steeds meer bedrijven en consumenten kunnen leningen bij de bank niet betalen.
Lopen vast omdat ze meer hebben geleend dan verantwoord was. Meer wanbetalen stond er in een ander artikel. 7 miljard euro extra leningen op rand van de afgrond. Ook daar waar mensen en bedrijven, maar in dit geval personen, in problemen komen omdat ze niet kunnen betalen wat ze hebben geleend. En dat is niet alleen vanwege de coronacrisis, want dat zou je misschien denken. Het staat al jaren steeds opnieuw weer in de krant. Het is een artikel uit 2013. Afbetalen lening voor steeds meer consumenten moeilijk. Ieder jaar zien we daar weer berichten van voorbij komen. All about the money was het lied waar we mee begonnen. This pretty world is getting out of hand. Deze prachtige wereld, het loopt allemaal uit de hand. So tell me how we fail to understand. Hoe kan het dat we er niet in slagen om te begrijpen wat nou het probleem is? Nou, als het over dit thema gaat, is daar in de Bijbel wat over te vinden. De wijze koning Salomo, die 1000 jaar voor Christus leefde, zegt dit over lenen. Wie leent, wordt de slaaf van zijn geldschieten. Wie leent, wordt de slaaf van zijn geldschieten. Oftewel, geld lenen geeft je een bepaalde afhankelijkheid. Maakt je tot slaaf, zeker als het gaat om geld lenen voor consumptiegoederen. Op de dag dat je daarvoor leent, kun je met de goederen die je hebt gekocht je lening niet meer afbetalen. Op het moment dat je de winkel uitloopt, dan zijn de spullen die je hebt gekocht minimaal 25 en misschien wel 30% minder waard geworden. En is er dus ook geen veilige verhouding meer tussen schulden en bezittingen. Dan ben je kwetsbaar en dat is wat heel veel mensen ervaren. En zolang je netjes de aflossing en rente betaalt, is er niks aan de hand. Maar als je dat om welke reden ook niet meer kunt betalen, omdat je baan verliest, omdat je een financiële crisis terechtkomt, omdat je onverwachts kosten hebt, dan zit je meteen vast, want je bezit is minder waard dan je schuld. We kennen allemaal dit plaatje wel, denk ik. Dat krijg je te zien voordat je iets wil gaan lenen. En dat is eigenlijk precies wat Salomo bedoelt. Wie leent, wordt de slaaf van zijn geldschieter. Je wordt als het ware geketend en je lening wordt een blok aan je been. En zelfs geld lenen voor een huis, wat lange tijd toch een soort van, ach, dat houdt altijd wel zijn waarde had. Zelfs geld lenen voor een huis is tegenwoordig een behoorlijk risico. Door de schaarste op de huizenmarkt zijn de huizen duur. Heel erg duur zelfs. En door de lage rente, ach, mensen denken, ach, de rente is laag, dat kan mij overkomen. De kosten per maand zijn laag. En dat heb ik voor 20 of 30 jaar vastgezet. En er kan mij niks gebeuren. Nou, wat je wel kan overkomen is wat mensen een heel aantal jaar geleden ook massaal is overkomen. Namelijk dat huizenprijzen ook weer een beetje normaal worden. Misschien wel instorten. En dan staat ineens je huis onder water, zoals we dat noemen. En zijn de poppen aan het dansen. Dan kan het zelfs zijn dat je huis onder je gat verkocht wordt, zeg maar. Dat je met een grote restschuld blijft. Of dat je helemaal niet meer kunt verkassen, omdat er een restschuld is op je huis. En de kans dat meer mensen in de problemen gaan komen in deze tijd stijgt alleen maar, want de overheid maakt het lenen steeds aantrekkelijker en gemakkelijker. Tegenwoordig mag de tweede salaris niet tot 80, maar 90% meetellen. Tegenwoordig mag een studiefinancieringsschuld telt maar gedeeltelijk mee, waardoor je meer en meer en meer kunt lenen. Dat drijft alleen de huizenprijzen maar weer verder op. En we komen steeds verder in de problemen. Een volledig bedrag lenen voor je huis is eigenlijk een groot risico. Eigenlijk zou je bij 75% van de waarde van je huis een vangrail neer moeten zetten. Ja, en dat klopt. Dan moet je waarschijnlijk kleiner wonen. Maar beter dat dan een blok aan je been. En dat geldt ook voor het lenen op basis van, überhaupt op basis van twee inkomens. Er hoeft maar iets te gebeuren met een van beide inkomens en je bent het haasje. Een nog groter risico is om geleend geld te investeren in grote onzekerheden, zoals bijvoorbeeld aandelen. Soms doen mensen dat, die zien allemaal, oh, die verdient geld en nou, oh, dat moet ik ook doen. Zonder dat je er verstand van hebt en daarvoor gaan lenen. Of bitcoins,
of gokken. Het zijn allemaal dingen die een enorm risico met zich meebrengen, dat je juist heel veel gaat verliezen. En als het dan geleend geld is, ja, dan heb je een probleem. Want wie leent, wordt de slaaf van zijn geldschieter. Een andere waarschuwing is de volgende, ook weer van Salomo. Hij zegt, in de schoot gevallen rijkdom verdwijnt in het niet, maar bezit met eigen hand vergaard zal groeien. Oftewel, een grote erfenis of een grote geldprijs is meestal weer snel verdwenen en kost je soms alles wat je dierbaar is. Er was een man die kwam thuis en zegt, vrouw, hoor nou, ik heb 10 miljoen gewonnen bij de lotto. Pak je koffers. En ze zegt, oh, geweldig. Wat moet ik erin doen? Zomer- of winterkleren? Hij zegt, maakt me niet uit, als je maar verdwijnt. Ja, het is hard. Ja, ik weet het. Ja. Maar het internet staat vol met dit soort verhalen. Dit is grappig misschien, maar de realiteit is minder grappig. Vol verhalen van mensen die grote geldprijzen wonnen of grote kregen. En de drama's die daarop volgden. Een andere waarschuwing in de Bijbel gaat over de hang naar geld. Altijd maar bezig zijn met geld. In het Bijbelboek Prediker, ook geschreven door Salomo, staat, wie op geld uit is, krijgt er nooit genoeg van. En wie op rijkdom uit is, wil altijd meer. En dus een focus hebben op zoveel mogelijk krijgen of altijd maar bezig willen zijn met geld, dan heb je het risico, of eigenlijk is dit een zekerheid, dat je nooit tevreden zult zijn. Dat je altijd maar meer wilt hebben. Een andere tekst, Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw, schrijft dit aan zijn leerling Timotheus. Hij zegt, wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding. Raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want, en dit is een belangrijke uitspraak, want, zegt hij, de wortel van alle kwaad, dus alle ellende die we op de wereld meemaakt, zegt hij, de wortel van alle kwaad is geldzucht of hebzucht. Niet staat er, de wortel van alle kwaad is geld, wat ik mensen soms hoor zeggen. Nee, dat is niet waar. De wortel van alle kwaad is geldzucht. En hebzucht. Maar meer en meer willen hebben. Het is helemaal niet erg om veel geld te hebben. Het is helemaal niet erg om veel bezit te hebben. Er zijn in de Bijbel meer dan voldoende voorbeelden van godsmannen, zou je kunnen zeggen, en vrouwen die rijk waren, geldzucht, hebzucht. Dat is een probleem. Dat kun je hebben of je nou arm bent of rijk, dat maakt niet uit. En er zijn twee dingen die je tegen geldzucht of hebzucht kunnen beschermen, staan er in de Bijbel. Ten eerste is dat tevreden zijn als er in je basisbehoefte is voorzien. Dus zeggen, oké, als ik dat heb, daar zet ik als het ware een vangrail voor mezelf neer, dat ik niet per se meer wil hebben. Als ik meer krijg, is het prima. Maar hier wil ik tevreden mee zijn. En in deze tekst ook weer van Paulus, geschreven aan zijn leerling Timotheus, staat, we hebben niets meegebracht in deze wereld en we kunnen er ook niets uit meenemen. En je ziet nooit een rouwstoet met een lijkwagen met een boedelbak erachter. Je kunt niks meenemen. Je moet alles achterlaten. En dan gaat het verder. Als we ons kunnen voeden en kleden, en eigenlijk zou je onderdak daar nog bij moeten zetten, moet ons dat genoeg zijn. Als je daarmee tevreden kunt zijn, als je eten, drinken, kleding en onderdak hebt, als je daar tevreden mee kunt zijn, dan ben je een gelukkig mens. Alles wat je meer krijgt, mooi, prachtig, meegenomen, van harte gegund. Maar hier zouden we tevreden mee moeten zijn. Het tweede wat bescherming biedt tegen geldzucht of hebzucht is geven. Als je overvloed hebt, iets weggeven van je overvloed. Jezus zei ooit, het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Je wordt er gelukkiger van om weg te geven dan wanneer je het zelf ontvangt. Dit lijkt me een mooi moment voor de collecte. Oh nee, we hebben hier nooit collecte. Dat is waar. In tegenstelling tot wat je misschien verwacht,
praatte Jezus, toen hij op aarde rondliep, meer over geld dan over welk ander thema dan ook. Hij praatte meer over geld dan over de hemel, of over de hel, of over genade, of dopen, of naastenliefde, of welk ander thema dan ook. 11 van de 39 gelijkenissen. Gelijkenissen zijn verzonnen verhalen met een moraal daarin. 11 van de 39 gelijkenissen die Jezus uitsprak gaan over geld. Dat is bijna 30%. In het Bijbelboek Lucas gaat 1 op de 7 teksten over geld. En we denken vaak dat dit soort teksten in de Bijbel dan gaan over het geven van geld. Maar daar gaan weer heel weinig teksten over. Van al deze teksten die gaan over geld. Vrijwel alle teksten die in de Bijbel iets zeggen over geld en bezit gaan in wezen over hoe geld en bezit voor ons de weg kan blokkeren om in je leven dat te bereiken waar je werkelijk naar verlangt. Ieder mens verlangt naar geluk. Ieder mens verlangt naar vrede in zijn omgeving. Naar hoop over dingen die komen gaan. Naar rust, innerlijke rust. Naar onvoorwaardelijke liefde. En ik geloof dat je deze dingen nooit zult vinden buiten God. En nooit zult vinden als geldzucht en dat soort dingen een rol spelen in je leven. Volgens de Bijbel kan geld en bezit ons juist enorm in de weg zitten om God te leren kennen in ons leven. Vandaar ook dat Jezus daar zoveel over zegt. In gesprek met zijn leerlingen zegt Jezus het volgende. Hij zegt, niemand kan twee heren dienen. Of hij heeft een hekel aan de een en is op de andere zeer gesteld. Of hij draagt de een op handen en minacht de ander. Over welke twee heren heeft Jezus het dan? Nou, dat zegt hij ook. U kunt God en het geld niet tegelijk dienen. Jezus zegt als het ware, laat me je helpen om te herkennen met welk spanningsveld heel veel mensen bewust of onbewust worstelen. Vaak onbewust. Spanningsveld dat je als niet-gelovige van God kan afhouden. Een spanningsveld dat je als gelovige van echte toewijding kan afhouden. Zo omvangrijk is deze invloed. Ieder mens namelijk neigt van nature zijn vertrouwen te stellen juist op geld. Op bezit, op goederen, op rijkdom, op pensioen, op verzekeringen. Zaken waarvan we kunnen weten dat ze ons maar weinig echte zekerheid kunnen bieden. Misschien heb je het vandaag, morgen is het weg. Door welke omstandigheden dan ook. Paulus zegt tegen zijn leerling Timotheus, zeg tegen de rijken dat ze niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun geld, dat slechts een twijfelachtige zekerheid geeft. Twijfelachtige zekerheid. Het is mooi als je het hebt, je kunt ervan genieten, het is fijn, maar als je daar je vertrouwen op stelt, dan vertrouw je je eigenlijk op drijfstand. Dat geeft geen vast fundament. En God heeft je ook iets beters dan dat te bieden. Hij wil je geven waar je ten diepste echt naar verlangt. Ik noemde het net al. En wat met geen geld te koop is. Die vrede, dat geluk, hoop, zelfs hoop voor over de grens van de dood. Geborgenheid, zijn leiding en richting. En God wil ons dat geven wat ons echte zekerheid biedt. Maar je kunt geen twee heren dienen. Of je stelt je vertrouwen op God, of je stelt je vertrouwen in spullen en geld. En eigenlijk heeft de weg naar geld twee vangrails nodig, aan beide kanten. Want aan beide zijden van de weg dreigt een afgrond. De ene afgrond heet zoveel mogelijk oppotten, sparen. En de andere kant heet zoveel mogelijk uitgeven. Zoveel mogelijk uitgeven betekent elke euro die binnenkomt moeten spullen worden in je huis. Of in je kledingkast, of wordt een huis, of wordt een auto, wordt een nieuwe keuken, etc. Je geeft alles uit en hebt meestal aan het eind van je salaris nog een stukje maand over. In plaats van andersom. Het hebben van spullen
is je zekerheid en het kopen ervan geeft je een enorme bevrediging. En dat is maar, en dat zul je dan ervaren, steeds van korte duur. Het is hartstikke leuk om een nieuwe auto te kopen. En als die geleverd wordt, dan ruikt die helemaal nieuw. Ja, na 3 weken zit jouw lucht erin en is het weer gewoon een auto. Zo kort is de bevrediging van spullen die je koopt. Aan de andere kant zit ook een afgrond. De afgrond van zoveel mogelijk oppotten. Gedreven door de gedachte van, nou, stel je voor dat dit gebeurt, of stel je voor dat dat gebeurt, of dat ik ziek word, of met pensioen wil, of stel je voor dat de economie slechter wordt, en stel je voor dat, en je pot en pot en pot en pot. Het bijzondere is dat deze twee menstypen met elkaar trouwen. Herken je dat? Er kan nogal wel eens een discussie geven. De ene wil sparen en de andere wil graag uitgeven. Maar deze twee, hoe verschillend ze ook lijken, hebben één ding gemeenschappelijk. Ze zijn beide hebzuchtig. Beide hebzuchtig en beide ontberen ze dat waar ze het meest naar verlangen en dat alleen God je kan geven. En dat is omdat beide, zowel de oppotter als de uitgever, hun vertrouwen stellen op hun bezit. De ene stelt zijn vertrouwen op de spullen en de andere op het geld wat je hebt gespaard. Deze omschrijving geldt natuurlijk niet voor jou, maar andere mensen hebben daar soms wel last van. En laat ik je één ding zeggen. Hebzucht is moeilijk in de spiegel te herkennen. De uitgever zegt, deze spullen heb ik echt nodig. En de oppotter zegt, dit is verstandig gedrag, want je weet maar nooit. Hebzucht is moeilijk te herkennen. Het sluipt erin. En er is niets mis met geld uitgeven. Er is niets mis met sparen. Maar als je geen vangrail zet, als je niet zegt tot hier en niet verder, dan zuigt het je aan beide kanten naar steeds meer. En of je nou rijk bent, dan kun je hebzuchtig zijn. Je kunt arm zijn en hebzuchtig zijn. Maar het leidt tot gebondenheid en afhankelijkheid. En dat is precies wat je blokkeert om te ervaren waar je werkelijk als mens naar verlangt. Hebzucht, zo schrijft Paulus aan een kerk in Efeze, hebzucht is het dienen van een valse god. Een afgod. Een god die je niet gaat zegenen voor de dingen waar die je toe verleidt. En juist die dingen die niet van God vandaan komen, maar van die andere macht, daar worden we juist zo gemakkelijk door verleid. We worden zo makkelijk verleid tot het dienen van die afgod, al zijn we ons dat we misschien helemaal niet bewust. Op tal van terreinen laten we ons verleiden om het leven anders te leven dan God het heeft bedoeld. De Bijbel noemt dat zonde. Wat staat, en dat zonde niet alleen in de zin van het is heel jammer, want daardoor vind je niet waar je eigenlijk naar op zoek bent. Maar zonde is eigenlijk alles wat staat buiten de kaders van Gods liefde. En dus ook nog eens een keer tegen God ingaat. En de consequentie daarvan, de consequentie van dat gedrag, die verleiding, die keuze, die zo ver afstaat van wat God ons eigenlijk aan richting geeft. De consequenties daarvan zijn vrij dramatisch, want het zorgt voor een scheiding tussen God en mens. We gaan als het ware geestelijk dood. Er sterft iets tussen de bron van leven en liefde en ons eigen hart. De Bijbel staat, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Iedereen maakt die keuzes in zijn leven, waardoor we die nabijheid van God missen. En dat maakt ons juist tot gelukszoeker. We missen juist daardoor, doordat die connectie er niet meer is, maar een diepe kloof tussen ons en God, missen we juist die rust en die vrede en die hoop en die liefde waar we zo naar hunkeren. En daar weet Gods tegenstander wel een antwoord op. En zo komen we steeds verder van huis. En wat had God kunnen doen? Nou, God had kunnen zeggen, sorry, het is de keuze die je zelf hebt gemaakt. Je bent zelf de oorzaak van al deze ellende. Je hebt zelf niet willen luisteren naar de richting die ik geef.
De richting die misschien in je hart wel helder was. Hey, dit is geen goed ding wat ik nu ga doen, maar ik doe het toch. God had kunnen zeggen, laat maar zitten dan. Zoek het dan maar uit. Maar dat deed hij niet. God stuurde zijn meest kostbare, zijn eigen zoon, Jezus Christus, naar deze wereld om door hem de straf te laten betalen van onze fouten en tekortkomingen. Het staat in de Bijbel zo, hij, Jezus, heeft onze zonden gedragen, lijfelijk op het kruis hout. En waarom was God bereid zo ver te gaan? Nou, er staat in de Bijbel, God houdt zoveel van de mensen. God houdt zoveel van jou, van jullie allemaal, van mij en van iedereen die thuis kijkt. God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, iedereen die zijn vertrouwen op hem stelt, iedereen die hem gehoorzaam wil zijn, iedereen die aanvaardt dat hij de prijs betaalde voor onze zonden. Voor iedereen die dat doet, die zal niet verloren gaan, maar zal eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon, Jezus, niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen voor wat we fout hebben gedaan, maar om door hem de mens te redden. En meer dan Jezus is daar niet voor nodig. En iets anders dan Jezus kan je niet redden. Jezus is meer dan genoeg. Zoals het lied zegt, waar we nu naar gaan luisteren. Mijn angsten, mijn onzekerheid vervagen telkens weer. Ja, u bent meer dan genoeg.
schiet nooit tekort. Alles wat ik zoek, vind ik in u. Meer dan genoeg. Jezus zei ooit, ik ben de weg en de waarheid, niet een waarheid. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Alleen door mij kun je bij de Vader komen. En ik wil afsluiten met een tekst, een uitnodiging eigenlijk van Jezus aan ons allemaal. Als hij dit zegt, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaat, misschien wel onder financiële lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Niet dan zal ik het voor jullie oplossen of dan stort ik het wel op je rekening of dan gebeurt er in één keer een wondertje waardoor je heel veel geld hebt. Dat is een soort van welvaartsevangelie. Nee, dat staat er niet. Jullie die onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. En hoe? Nou, neem mijn juk op je, zegt hij, en leer van mij. Leer de principes kennen die je kunnen helpen om niet in de problemen te komen en de problemen die je hebt zoveel mogelijk op te lossen. En soms wordt het daar eerst moeilijker van, maar uiteindelijk kom je in die rust die hij belooft. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En ik gun je dat allemaal ontzettend. Dat je deze rust in je leven vindt. Dat je met jouw uitdaging in het leven en met de gebrokenheid die is ontstaan tussen God en jou naar Jezus toegaat en zegt, Heer, wilt u in mijn leven komen? Wilt u me leiden? Ik wil uw offer aanvaarden en u volgen. Ik wil graag afsluiten met gebed. Dank u wel, Heere God. Dank u wel, Heere Jezus, voor de uitnodiging. Dat u zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik wil je rust geven. Dank u wel dat u, Heere Jezus, de prijs heeft betaald voor onze zonde. Dat wij niet zelf de straf hoeven te krijgen die we verdienen. Dat we niet zelf moeite hoeven doen om die onoverbrugbare kloof toch te proberen te overbruggen. Maar dat u het voor ons gedaan heeft. En dat we daardoor van u leven mogen ontvangen en liefde en hoop. Hoop die niet alleen voor hier en nu geldt, maar over de grens van de dood reikt. En ik wil u bidden, Heer, voor iedereen die hier zit, voor iedereen die kijkt. Ik wil u bidden, wilt u ons hart aanraken met uw liefde? Wilt u ons naar u toe trekken? En wilt u ons helpen om ons ook over te geven aan die onvoorwaardelijke liefde die u geven wilt? Om die keuze te maken in ons leven. Niet langer tegen windmolens te vechten. Niet langer het op ons eigen manier proberen te doen. Steeds maar weer vast te lopen. Maar om u toe te laten in ons leven. Heer, u kent ons hoofd te hoofd, zoals we hier zitten. Wilt u ons hart aanraken, zoals u dat alleen kunt? Dat vraag ik u zo in Jezus' naam. Amen. Leuk dat je keek naar de basisdienst van deze week. We helpen je graag om een volgende stap te zetten. Ga naar basis.cc/next, waar je alle informatie vindt om jouw volgende stap te zetten of om met ons in contact te komen. Maar voor nu, tot volgende week.